Jongens, hoe was het? Helemaal te gek. Het was helemaal naar alle verwachtingen. Ja, precies zoals we het verwacht hadden. Ja, helemaal te gek. En hoe vonden jullie Almelo, het Hopnog Festival, de eerste keer volgens mij? Hoe ging het? Voor mij was het de eerste keer dat ik bij het festival geweest ben. Ik heb wel gehoord dat het natuurlijk wel was, maar ik vind het hartstikke mooi opgezet. Almelo's begrippen, heel mooi. Professioneel ook. Ja, voor mij was het ook de eerste keer. Ik sta hier wat vaak bij Hopnog, maar dan met Poparchief. En ik vertegenwoordig Almelo met Poparchief. Maar dit is ons eerste optreden. Nee, hartstikke tof. De Santana Tribute Band. Wat is de band met jullie, met Santana? Van mij uit is het van mijn jeugd, hè. Ik ben ermee opgegroeid en ik had het al lang in mijn hoofd om het te willen doen, maar het kwam er maar niet van. En toen kwam meneer Hunter. Zo, toen kwam uiteindelijk toch een coverbandje erachteraan. Nou ja, coverband kun je ondertussen wel zeggen. Jullie deden het hartstikke leuk, toch? We zijn tevreden. Ja, we zijn wel tevreden, ja. En we staan er verder nog op de planning deze zomer. Je zit aan het begin, 7 juli, nog 2 maanden lang festivalseizoen. Wat staat er verder nog op de planning? Zo van dat wij pas in september weer aanvangen in verband met vakanties. Van, we zijn natuurlijk met heel veel mensen en iedereen gaat natuurlijk niet gelijk. Dus we zitten echt dadelijk 2 maanden stil. Maar begin september, dat begint echt vol bak. Ik ben al bezig met een of andere theatertour en dan hoop ik dat we daar iets meer succes krijgen. En hopen jullie ook op een cover CD dat er uitgebracht wordt, of denken jullie daar niet aan? Daar hebben we wel aan gedacht, ja. Dat hebben we aan gedacht. En hoe zijn de planningen daarin, of is dat nog niet? Nee. Maar ik heb nog met de juiste bron heb ik dus eerst bepaalde dingen even af moeten spreken, even kort sluiten. En dan moet ik dus met de jongens natuurlijk overleggen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Ja. Ja. Je zegt ook theatertour. Doen jullie dat met z'n allen? Ja, uiteraard. Ja. Maar ik speel daarnaast ook nog bij met een Eagles tribute. En meestal combineer ik die beiden samen, omdat hier de helft van de band ook in de Eagles tribute speelt. Oké. Dus jullie zitten al in de coverbandjes natuurlijk. En dat kunnen we ook gaan zien in het theater. Ja. Heel tof. Wanneer kunnen we dat gaan verwachten? Theatertour? Dat weet ik niet, want ik moet nog de afspraken nog zien te sluiten. Ik dacht, misschien is er al wat gepland of zo, maar nog niet. Laat ik zo zeggen, ik heb de juiste persoon, heb ik al wel weten benaderen. Ik moet alleen nog even aan tafel zitten. Ik wens je daar hartstikke veel succes mee. Nogmaals, tof gespeeld en dankjewel, hè. Dankjewel. Santana Tribute Band.